Dit nieuws is daar natuurlijk heel hard aangekomen. Wat merk jij daarvan? Ik voel hier zelfs de hitte van het vuur achter me. We hebben hier wel iets te verdedigen. We hebben leefbaarheid te verdedigen. En onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. Jazeker. Wat had je oorlog? Wie is de uitjes nog? Het is allemaal zo krom, meneer. Ik neem mijn petje af van iedereen die hier aan het werk is. Je luistert naar Omroep Brabant. Vanwege het nieuws dan meteen door naar de verslaggever ter plaatse. En dat is Martijn de Graaf. We horen heel veel sirenes gaan. Is er iets duidelijk over slachtoffers? De drugswereld is er één van miljoenen. En Brabant zit daar diep in. Volgens mij zijn we niet helemaal goed gelopen. Ik ben een beetje een arrogant manneke, jij. Echt? Waar ik je om help. Het gevoel van hier. Zullen we even gaan lunchen? Dat is goed, goed idee. Slachten! Komt het nog goed tussen ons? Nee, ik denk het niet. Nou, mijn vader is ook wakker, dus. Ja, wat heb ik gewoon gezien? Ik dacht altijd dat je bij mij in de straat zou wonen. In de Nieuwlandstraat? Nee, je woont bij mijn broer dan in de straat. Oh. Dit was een makkelijke vraag, die wist ik. Het gevoel van hier. Ik ga niet buiten Tilburg, hè? Krijg hij mee. Omdat ik vind dat Brabanders best wel warme mensen zijn. Ze stralen iets heel erg positiefs uit. En dan heb je ook zin om te werken. Ja, ik vind Breda gewoon geweldig. Ik zal altijd in Breda blijven wonen. Dit is wel een mooi feestje, ja. Hebben we er wel zin in, hoor? Vijf maanden lopen. Ja. En als het moet, 7 maanden. Als we met de carnaval met terug zijn. Hallo. Omroep Brabant met Van Peert.